Hallo, mensen. Gonzi Games. Hallo, welkom. Nee, grapje. Hey mensen, welkom bij een nieuwe DHD Survival serie. Dit is de volgende deel alweer. Ik ga bij jullie deze deel laten zien wat er ondertussen al is gebeurd. En ik ga natuurlijk nog wat doen. Nee, als eerste, ja, jullie zullen zich afvragen. Nou even, waar staat hij? Waarom staat hij daar op die berg? En wat is dat daar allemaal? Moet ik kijken hoe mooi uitzicht. Ja, allemaal weird. Oh. Rotkoe zit ertussen. Moet ik straks eerst even killen. Maar zoals je ziet, ja, van hier zie je het heel goed. Het gebouw is in principe af. Nog wat details moeten er nog gebeuren. Dat soort dingen. Het dak heb ik met groen glas gedaan. Vond ik zelf wel awesome. Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Wat vinden jullie ervan? Daar zien jullie de nieuwe farm. Echt, maar ja, waar sta ik nou? Nou, dit gaat mijn huis worden. Ik dacht van, goh, nou ja, hier gaan we toch bouwen. We gaan daar nog allemaal bouwen. We gaan hier allemaal bouwen. Ik denk, nou heb ik hier een mooi uitzichtje. Komt hier straks nog een mooi balkonnetje te staan. En dan kan ik mooi over het hele, ja, dorpje heen kijken wat hier eigenlijk komt. Voor de rest, ja. Ik, kijk, het is, de bedoeling is eigenlijk dat hier nog, dit wordt de main room, zeg maar. Hier komt nog een balkonnetje. Kom je hier eigenlijk, hier ergens komt dan waarschijnlijk de deur. Dus hier of daar, moet ik nog even kijken. Deze wordt nog één verdieping hoog. Is aardig groot, maar er komt ook een balkonnetje. Wat, ja, wat ik zei, ik wel mooi hier. En er komt waarschijnlijk ook nog iets naar beneden. Moet nog kijken, er moet nog een trapje naar beneden worden gemaakt. Er moet nog zoveel hier gedaan worden. Maar ik zie dat hier weer allemaal bomen staan. Dus nee, die ga ik nog niet kappen. Dat doe ik later wel even. Ik ga eerst naar beneden. Want ja, zoals jullie zien, er is nog geen trap naar beneden. Er moet ook nog een deur en alles weggehaald worden. Dus dat moet allemaal nog gebeuren, maar ja. Dat lukt natuurlijk niet in één keer. Ja, ik ben vandaag alleen. Jerry is er niet. Nee, Jerry is er niet. Die is geen idee. Misschien is een hol weer bezig. Is een hol eronder bij de endportal. Ah, we kijken hoe mooi glas. Oh, glas. Oh, mooi glas. Oh, zulke mooie glazen. Eens even kijken. Nou ja, storage room, dus crafting chamber heb ik maar genoemd. Zoals jullie zien, nou, het ziet er tot nou toch zo uit. Dit hebben jullie eigenlijk al gezien dat de kisten er stonden. Weet ik eigenlijk niet of de vorige aflevering stond, volgens mij wel. Nou, building blocks, hier komt Michelin, hier voorkomende eating, of eating, maar ik heb de laatste tijd heel veel last van spraakgebruik. Hier komen al chesten te staan voor het eten en zo. Nou ja, de nether ward. Dan kan ik gelijk wel even farmen trouwens, is dat ook weer gedaan. Het houdt me even bezig, zo. Hebben we weer een nieuwe. En dan plaatsen we die hierin. Kijk eens aan. Nee, ik ga nog niet naar boven, ik geef nog even langs de farm. Laat jullie even gelijk kijken, zie ik gelijk dat ook even farmen namelijk. Allemaal meloenen. Meloenen zijn gezond voor je verstand. Ja, dat klopt ook nog niet, maar dan mijn je wel uit. Zo, kijk eens. Alles weer even mijnen. Alles moet weer mee. En weer een voorraadje eten, is altijd goed. Ja, zoals je ziet heb ik hier, ja, tot en met hier heb ik de melons, dan komen hier de pumpkins. Nou, ik ga nou niet de carrots of zo farmen, ik ga nou niet de potatoes farmen, dat doe ik al even een andere keertje. Ja, als ik de hele tijd zat te farmen, is natuurlijk ook niks aan voor jullie. Dat kan ik gewoon volledig begrijpen. Zo. Kijk eens aan. Nou ja, hier hebben we dus de carrots, de potatoes. En eindelijk, we hebben cocoa beans. We hebben cocoa beans. Ik heb het geregeld. We hebben cocoa beans. Hieronder is de mijn. Dan ga je naar de mijn toe. Hier heb ik de netherboarden neergezet met 2 deuren, zodat ze niet zo hier naar binnen kunnen komen. Hier komt de... de dinges, hoe heet dat? De mushroom farm. Er zitten hier allemaal mushrooms komen groeien. Ik had ze eerst in het huis, maar ja, dat staat natuurlijk zo lelijk, hè. Wie laat er nou mushrooms groeien in snijgen? Nou, dat kan toch niet? Kom op. Nou, hier gaat er een mine en er zit eronder nog iets met allemaal furnaces en alles erop en eraan. Dat ga ik wel een keertje doen met jullie gezellig minen. Als jullie dat leuk vinden natuurlijk. Maar ja, dan gaan we naar boven. Oeh, en hoe is het daar? Trip. Trip. Trip, ja. Ja, kijk eens. Oh, oh. Ja, het is nou nacht. Dat is wel even jammer, maar. Oh, wat een mooie dak. Wat een mooie glas. Oh, ja. Nee, ik vond het wel speciaal. Het leek wel tof om dit te maken zo. Vooral omdat, ja, het is de bovenkant. Het is iets speciaals. Het is wat anders dan het normaal altijd. En wat ik normaal bouw. Ik wou gewoon een keer een andere stijl proberen. En ik vond dit wel awesome. Voor de rest, ja, de brewing stands van hier. Die komen hier allemaal langs. Hier zo. Dit is de bedoeling om het water te doen voor de broeiing en zo. Lijkt me hier wel leuk om te maken. Want ja, wat bouw je anders boven zo'n ding? Ik wil hier eigenlijk nog wat veranderen. Ik weet alleen, want hier staat de enchantment table. Ik zit zelf na te denken om die hier misschien neer te zetten. Maar ja, ik zit nog alles na te denken van, ja,
Zoveel ruimte, weet je wel. Wat kan ik hier nog mee doen? Hebben jullie misschien een idee voor mij? Wat kan ik hier in hemelsnaam mee doen? Of ja, zit je op een DHD-server? Wil je juist meehelpen? Mag ook, geen probleem. Ik ben echt op zoek naar om hier iets neer te zetten. Ik zit zelf te denken om een soort smeltingkamer of zo. Ja, dat sowieso moet er nog furnace komen. Maar ik weet niet of ik hier onder plaats of hier. Dat heb ik nog geen idee. Later is het natuurlijk de bedoeling dat ik alles met hoppers en zo nog natuurlijk heel veel dingen doe. Maar ja, dan moeten we eerst heel veel iron hebben. En redstone en dat soort dingen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Want ik wil eerst echt beginnen met een dorpje te bouwen en dat soort dingen. Later wat te mijnen. Dat ga ik gewoon afleveren met jullie gezellig mijnen. Komt allemaal goed. Hier heb ik de enderpearls al in. Ja, want dames en heren, er is op deze farm een open bar en de farm. Ideaal. Makkelijk voor levelen. Alles eigenlijk, nou ja, ik heb hier de blokken al een beetje ingesorteerd. Dat hebben jullie allemaal eens al gezien. Dat ga ik natuurlijk nou ook niet langs. Maar we gaan nou weer gezellig naar buiten. Gaan we het pad volgen. Het pad heb ik al een beetje aangelegd. Nou ja, dat is wat tijdelijke precies natuurlijk. Glowstone lamp heb ik neergelegd. Die moet ik volgens mij daar nog doen, zie ik. Weet je wat ik nou gelijk wil doen? Voordat ik het weer vergeet. Even kijken. Waar had ik die ook alweer staan? Volgens mij... Nee. 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 Ja. Nou, dan nemen we even 4 mee. Ik denk voor mij dat ik 4 nodig heb. Meer ook niet. Dan ga ik die pumpkins ook erbij. Maar die doe ik gelijk ook even in de kist. Want zoveel eten bij me hebben, dat heeft natuurlijk ook geen zin. Pumpkins. Ja, zoals je ziet heb ik al een aardig voorraadje qua eten. Dus dat is heel mooi. Nou, mooi. Dan ga ik eerst deze dingen even afhangen. Want volgens mij wil ik dan daarheen hebben. En dan wil ik daarheen hebben. En dan wil ik daar nog een hebben. En de laatste zetten wij daar neer. Ja, voordat ik vergeet trouwens. Ik heb hier nog een fan staan. Of een open gate. Hier komt een tree farm. Hier ga ik nog een tree farm maken. Ja, het is gewoon irritant. Je steeds moet kappen. Overal plantje met bomen. Dat helpt gewoon niet. Er komen hier gewoon verschillende soorten bomen te staan. Hierboven ga ik het helemaal leeg maken waarschijnlijk. Dus het komt nog helemaal goed. Nou, oh, kijk, er staat gelijk weer een melon. Kunnen we gelijk weer even meenemen? Tja. Even kijken. Wat zal ik ook weer doen? Oh ja, we zouden zo naar buiten, hè? Tja. Eerst even eten. Nam, nam, meloen. Watermeloena. Even kijken. Naar buiten. Nou, dan gaan we hier pad. Wow, echt veel weer. Ja, dit heeft heel veel seeds gekost. Het is ook meer voor de sier bedoeld, maar ja, natuurlijk is het ook handig voor het eten. Dus er komt straks natuurlijk komt er nog een automatische weed farm. Zoveel mogelijk wil ik straks automatisch maken, maar ja, je moet gewoon zoveel verzamelen en dat kost gewoon even tijd. Ja, dat houdt het voor jullie natuurlijk ook leuk. Dat is natuurlijk het beste. Even kijken, weed. En hier hebben we de cows, de koetjes. Ik ga gelijk wel even breeden trouwens, ook hier ben. Jullie hongers? Kom maar, kom maar. Krijg jij eentje en dan krijg jij eentje. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, allemaal eentjes voor jullie. Ja. Oké, okay, nou alsjeblieft. Jij gaat dood. Zo, die is dood. Zo, allemaal eetjes voor jullie. En voor jullie, ja, het is, kijk. Ik heb wel heel veel boeken als we hebben natuurlijk, of stacks vol. Maar ja, we hebben letter altijd nodig voor arm is leuk om te maken. Het is altijd handig natuurlijk voor die item frames waar ik aan ze nodig heb. De schaapjes. Nou, laten we gelijk de schaapjes ook met een paar gaan fokken. Hier staan we ook nog een paar en er moet nog even een stal gemaakt worden ervoor. Er moet bijna en zo bij, dus... Die heb ik allemaal al verzameld, dus ja, we hebben paarden. Het heeft al even wat gekost, maar gelukkig hebben ze. Nou ja, voor de rest, ik heb eindelijk cactussen. Die staan hier. Nou ja, jullie hadden wel verwacht dat ik cactussen had, want anders had het glas niet groen geweest. Ja, het is hier op deze server, het is zo sociaal. Mensen geven hier gewoon stuff. Het is gewoon awesome, zo te zeggen. Ik zeg van, whitelist is hier echt waard. Nou, hier nog een varkentje, helemaal alleen. Er komt nog haast nog een varkentje bij mij. Wat ik zei, ik moet nog zoveel hier doen. Kijk, nou ja, hier komt dus de sugar cranes een beetje. Daar ga ik juist op wonen, had ik al gezegd. Wat ik eerst even ga doen, ik ga eerst hier aan wat bomen wegkappen. Dat ga ik sowieso in doen. Zo, om. What the fuck? Dude! Are you hitting me? Ja, dat ben je dood. Big mistake. Even kijken. Hier was ik bezig. Ciao. Gezellig boompjes hakken, hè? Ja, toch een beetje survival. Ja, het was eigenlijk zo'n beetje de bedoeling dat ik met de DHD survival voltoer. Is het gewoon een beetje de bedoeling dat, ja, dat ik steeds verder laat zien hoe ver wij zijn eigenlijk. Dan staat dat er weer. Maar ondertussen ga ik natuurlijk wel een beetje survival. Om wat dingen af te maken natuurlijk. Dat maakt het voor jullie ook wat interessant. Want ja, als jullie steeds zien van, oh, dat is al af, dat is al survival hebben. Ja, natuurlijk, het is een survival serie. Maar ik ga er gewoon af en toe nog een beetje bij survivalen. Ik ben nou ook zie wat bomen aan het kappen, want ja, er moeten nog allemaal chesten komen. And that needs a lot of wood.
very lot of wood. Even kijken. Ik zit sinds deze week, ben ik ook starter geworden op de DDG server. Dankjewel Wouter ervoor, voor Dodo Games. Gaming heeft mij starter gemaakt, ik voel van, ik moet van alles weten. Dus nou, ook wel aanraden om daar even te kijken natuurlijk. Misschien dat ik binnenkort ook wel eens een keer ga recorden, moet ik even zien. Ja, ik heb al zoveel series lopen van Survival, ik denk van nou ja. Dat gewoon even voor privé, of privé natuurlijk, het is openbaar. Maar ik, we zien wel even. Ja, misschien dat jullie het graag willen, dat je zegt van, ja, hey, Laurens, ga er even filmen. We willen ook zien, dat is prima, geen probleem. Laat achter in de reactie. Even kijken. Moet ik dit boompje ook even laten staan? Wat staat hier op zich wel? Laat ik die staan. Die laat ook staan, of wel sierlijk, zeg maar. Leuk van die boompjes. Gaan we die nog even weg? Ja, birchwoodje gebruik ik erbij niet. Maar het is wel handig om als voor het gebruiken voor als hout voor kisten te maken. Maar op, dan doe ik straks weer alles weer herplanten, maar dan maakt niet uit. Zo. Zoals je ziet, iedereen vraagt weer dingen. Wie heeft je pack? Bion met pack ijs, noem maar op. Het is wel echt een wereld met Amplify, wat ik al zei. Het is echt wel heel veel bergen. Het is lastig om te reizen, zeg maar, met paard. Je moet echt altijd een lead bij je hebben. Het kan zomaar wezen dat je niks van de bergen pleurt of je pleurt in het water. Nou, als je daar geen lead hebt, dan is het succes. Zo, dat nog even weg. Even kijken. Nou, dat is ook weg. Ik vind het echt mooi hè, met de weed. Weet je, de kleur mooi af. Dus straks ook bedoel ik dat we daar hebben nog een hele stuk met de heuvels en zo. Dat we daar ook helemaal vol gaan maken. Ik geloof dat daar, nou misschien wel een grote molen. Het was de bedoeling dat, tenminste dat wou Jerry doen. Voor een gewoon een grote boerderij farm maken, zeg maar. Dus heel veel weed met overal huisjes, dat soort dingen. Dat dacht ik uit mijn hoofd. Maar hij is ook nog ondergronds bezig. Die heeft ook van allemaal van dat soort planten. Ik heb echt last van spraakgebrek, niet normaal. Van die plannen natuurlijk. Hoogst op bij de deur opgepopt maken. Dat moet ook natuurlijk niet. Ik heb birchwood, als we daar nog gewoon wat kisten van gaan maken. Even kijken, dan doen we zo. Kijk, hebben we in ieder geval aardig wat. Dan doen we even. Zoop. Oh. En dan pak ik hier nog even. Dat doen we. Ik zei het aan het doel. God! Het zit me niet mee. Maakt niet uit. Even kijken. Ik doe gewoon even in de riemen. 8, 9, huppakee. Pakken we die. Dan doen we dat. Mooi langs. Dan pakken we die nog even bij. Die nog even mooi langs. Dan hebben we in ieder geval weer 20 kisten. Ja, 20 kisten. Nou, dat kan eerst even uit. In ieder geval hier weer even wat kisten neerzetten. Ik moet ze straks nog even het paswoord er nog een afhalen voor. Of tenminste, ik moet ze nog een modifier speciaal voor Joey. En voor Jerry, anders kunnen ze niet in de kisten. Nou ja, op zich wel handig. Ik heb mijn eigen stuff erin droppen en hun kunnen er niet in. Maar ja, hun kunnen natuurlijk ook niks erin droppen. En dat is dan weer jammer. Even kijken, ik wil het een beetje gelijk houden straks met dat. Dus even kijken. Daar nog een neer. Dan zet ik gelijk hiervoor ook maar even wat kisten neer. Want ja, ik zei, ik wil hier het eten straks allemaal kwijt. Dan weet ik dat deze chest nog beveiligd is. Dan moet Jerry nog even om vragen of hij dat even wil unlocken of even wat verwijderen of noem maar op. Oké, daar nog een. Ik heb in ieder geval genoeg chest uit. Maar ik zei, dit wil ik gewoon straks proberen en toen met een deur allemaal automatisch te maken. Het is gewoon makkelijker als het automatisch is, weet je. Want moet je steeds zeggen van, dan moet je naar die kist. Ik denk dat trouwens hier wel ergens dat ik deze wel weglaat. Want ja, als je natuurlijk naar de overkant moet, je staat hier, je komt hier weg van, huh! Ik moet hulp hebben! Oh nee, moet ik dat hele pokken nog wel mee? Want ook naar de deur. Maar toch, het is misschien wel makkelijk hier straks aan doorgaan. Maar het is de bedoeling dat hier de voer komt. Het voer, het eten en alles. Hier komen alle Michelin dingen zoals leer, dat soort dingen. Komt er allemaal. Ik heb nog ook wood. Dan kan ik natuurlijk ook nog wel wat chesten dan van maken. Als ik toch bezig ben. Dat doe je zo. Kijk, ik kan in ieder geval nog even 5 chesten neerzetten. Licht weg. Die daar, nou daar nog even eentje zo te zien, dan pik ik er weer heen. Maar ja, ik ga nog één keer naar boven, dan kun je het nog één keer boven zien. Het groeit trouwens hier wel aardig snel die net wordt. Echt ideaal. Ik begon met iets met 6 of zo. Maar nu heb ik al bijna een stack. Echt ideaal. Ja, ik ga hier nog een keer staan, ja, gewoon voor het idee. Kijk, ik ga hier gewoon staan, ik ga gewoon lekker in. Ik ga gewoon met jacuzzi. Gewoon even met jacuzzi. Stiekem jacuzzi. Kijk zo. Wat? Jongens, wat moet ik hiermee doen? Wat kan ik hier nog in maken? Ik ben een beetje inspiratieloos. Ja, dat kan met een dubbel komen. Maar het lijkt wel tof dat jullie een keer verzinnen van... Nou, hey, Laurens. Maak er brewing stand wat groter. Zet er allemaal boekenkasten in. Maak er echt een library van.
Smelting Room, Redstone. Ja, ik zit er ook zelf aan te denken om hierboven wel de ore-seizoen nog neer te zetten. Dus de belangrijkste ore, zoals iron, dat soort dingen. Allemaal hierboven nog neer te zetten, alleen ik weet het gewoon nog niet. Ik heb zoveel ideeën, maar ja, het lijkt me ook wel tof om dat met jullie te delen. Of, wat zijn jullie ideeën hiermee? Wat moet ik hiermee doen? Wat kan ik hier allemaal neerzetten? Help me mensen, help me. Alsjeblieft, help me. Ik weet het, kom niet. Ik weet het niet meer. Help me. Het is een noodroep van mij. Nou ja, weet je wat? Mensen, verzin gewoon wat. Alsjeblieft voor mij. Het zou echt super zijn. Maar vanaf nu denk ik dat ik me weer de aflevering ga afsluiten. Dat ga ik ook zeker doen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Zeker bedankt voor het kijken. Vergeet echt dat blauwe duimpje niet te hebben. Hoe meer likes natuurlijk, hoe vaker ik natuurlijk video's van DHD ga uploaden. Dat vind ik altijd beter. Comment ook even. God, helemaal super. Deel deze video even op Google+. Ik heb ook Twitter. Volg me op Twitter. Gonchi Games staat als het goed is ook onderop in de beschrijving. Volg me even voor de updates. Ook voor giveaways. Zoals ik al zei, voor je 150 subs ga ik een giveaway weggeven. Voor de DHD server. Dus dan kan je ook op deze server. Kan je mee joinen. Kan je met anderen gezellig. Want als jullie zien op de chat. Ja, er zitten zoveel mensen op. Er zit een ranksysteem op. Ervaren staat er. Ik ben op fiets. Ik wil ook baby ben aan. Worden. Ik zit nou zelf. Kijken, 2 dagen, 2 uur, 30 minuten in deze wereld. In die andere wereld natuurlijk was ik al wat langer. Want officieel had ik dus al baby bijna geweest. Maar ja, wat doe je eraan? Maar mensen, bedankt voor het kijken. En ik zeg, later!